In de nacht van maandag op dinsdag is er op de Guarde van IJsselsteinlaan in Egmond aan Den Hoef een auto volledig door brand verwoest. De auto stond geparkeerd op een parkeerterrein achter een rij woningen. Toen de politie en brandweer ter plaatse kwamen, was al snel duidelijk dat de auto niet meer te redden was, want de vlammen sloegen uit het voertuig. Omdat er veel vlammen waren, kregen die ook greep op een gedeelte van hun schutting. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke brandstichting.